Bij je, wat staat daarboven? Dat is mijn goede vriend Captain Morgan. En die is illegaal het festival binnen geloodst. Hier in Dordrecht mag het niet, maar bijvoorbeeld bij de editie in Breda mag het wel. Goh, mag het wel, daar gebeurt het gewoon. Wij appreciëren als organisatie niet dat het gebeurt. We moedigen het ook zeker niet aan. Eigen biertje meenemen, dat is toch wel belangrijk voor veel mensen, hè? Ja, dat klopt. Maar dat is in Dordrecht heel erg belangrijk. Want de Dordtenaar die brengt zijn eigen drinken mee. En de muziek staat wat zachter, hè, geloof ik. Ja, een nieuw park. Een beetje uitzoeken hoe luid het allemaal kan en mag. En we hebben inderdaad besloten om het geluid wat zachter te zetten. Het is minder druk, het is minder sfeer. Het is minder, maar ja, op zich is het natuurlijk wel mooi op de maandagavond. Een beetje muziek, lekker gezellig, wat vrienden ontmoeten. Dat is dan wel weer leuk. Waar heb je dat drankje gekocht? Ja, die heb ik zelf thuis meegenomen. Oh, waarom? Het plastic zakje, omdat je eigenlijk hier je drank niet mee naar binnen krijgt. Dat is gewoon een diepvrieszakje met wat wijn erin en een rietje erin. En je hebt een soort katheter idee. Het laat heel duidelijk zijn dat we het echt niet willen aanmoedigen om eigen drank mee te nemen. We zijn daar niet mee gediend, zoals we dat bij ons in Vlaanderen zeggen. Oh. Proost.